Een hele goede avond allemaal. Van harte welkom bij deze laatste live uitzending van het Streek Lyceum Live. Ja, en in deze uitzending vanavond gaan we het hebben over wat maakt het Streek nu eigenlijk uniek. Ik heb vanavond maar liefst 5 gasten. Naast mij zit alvast Theo van Lente, ja. Teamleider van de VWO Bovenbouw. En verderop in deze uitzending heb ik nog 2 leerlingen te gast. Naomi en Elianne. Leerlingen uit VWO 6 die iets komen vertellen over Cambridge. En ik heb 2 leerlingen, Erik en Roel, te gast, die van onze leerlingvereniging Onesiphorus zijn. Alle tezamen gaan ze iets vertellen over het onderwerp. Mocht u nou thuis zitten en denken, ik wil aan een van die gasten wel een vraag stellen. Nou, de chat is geopend, dus stel die vraag gerust. En we doen ons best om die live te beantwoorden. Eigenlijk is mijn eerste vraag, meneer Van Lente. Wat maakt het Streek uniek? Ja, volgens mij maakt onze school uniek dat de sfeer tussen leerlingen gewoon heel goed is. Dat merk je gewoon als je hier rondloopt. De leerlingen onderling gaan heel goed met elkaar om, maar ook heel goed met collega's. Dus als je hier rondloopt, merk je gewoon dat er aandacht is voor elkaar, dat mensen op elkaar letten. Ja, eigenlijk zou je dus moeten rondlopen, maar dat kan vandaag gewoon helaas eventjes niet. Nee, heel mooi. Goed. Een goed punt al, denk ik. Een school die een goede sfeer heeft. Nou, dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Ik heb ook begrepen dat het Streek heel veel keuzemogelijkheden biedt. Klopt, zeker. Ja, we hebben ook best veel keuzemogelijkheden al in de brugklas. Kunnen leerlingen een keuze van kiezen. In de tweede helft van het jaar hebben ze 2 uur een vak naar keuze dat ze kunnen vullen. Dus dat is al heel mooi. In de bovenbouw ook zeker muziek, beeldende vorming kun je kiezen. Filosofie in het VWO. Maar ook zeker Cambridge English, waarom ik eigenlijk natuurlijk zit hier. Ja. Dat heb ik begrepen. En ik ga mijn plek ook meteen afstaan, want ik heb begrepen dat een stuk van het interview in het Engels plaats gaat vinden. Klopt dat? Yes, of course. Yeah, I've got 2 students with me and they do the interview in English. Oké, dus jullie thuis goed opletten, want we schakelen even over naar het Engels. Right, good evening everyone. I've got Naomi and Eliana with me and they are doing Cambridge English right now. So let's ask them, what is it like? What made you sign up for Cambridge English? Well, I have an international background. I've lived in a foreign country for a couple of years. So I wanted to maintain and improve my English level. Okay, and you, Naomi? Well, I've always been very interested in English, so for me this was a way to really develop my skills further and to learn how to speak the language on a very high level. Okay. Well, of course, there's regular English as well. What makes the difference if you do Cambridge? Well, I would say the biggest difference is that with regular English, you usually you learn how to translate Dutch into English. Well, with Cambridge English, you really the whole lesson is in English, so everything you learn to think in English and to produce English using that language. I see. Okay. And your thoughts about that, Naomi? For me, the focus on writing and speaking is really what makes it different from regular English, because that doesn't really focus as much on these skills. So with CPE, you really learn how to write well and how to speak on a high level. Okay. I know there's a Cambridge exam as well. What was that like for you? Well, you have 2 different exam 2 days. One is on paper and the other one is spoken. And one is you can do them in Arnhem or Utrecht. And in the beginning we were quite nervous, but in the end it was not that difficult because we had that level and we had been training for it for a couple of years. So it was not that difficult at all. No. And all the students have passed their exams in the last couple of years, so that's a very positive thing. That's right, they did. Yeah, we've got very good scores. Now, I understand you have a question for me as well? Ja, want tegenwoordig is Cambridge ook al beschikbaar voor de brugklasleerlingen. Dat klopt toch? Ja, klopt zeker inderdaad. Ja, in de VWO-brugklassen bieden we al Cambridge English aan. Dat heet het Cambridge Junior. En in de VWO-brugklas krijg je daar eigenlijk al een beetje wat jullie in de vierde hebben gedaan. Dus je wordt heel veel in het Engels gesproken. Het boek is al anders, je krijgt andere opdrachten. Dus eigenlijk ga je dan vanaf daar al veel makkelijker door in Cambridge English in de bovenbouw. Dus een hele mooie nieuwe stap, vind ik. Dat klinkt goed. Dus als leerlingen goed zijn in Engels of graag heel veel beter willen worden, dan zijn ze echt op hun plek op het Streek Lyceum. Zeker weten, absolutely. Oké, our time is up, because we have to go to Onesiphorus now. Thank you, ladies. Thank you. Ja, want
naast mij, dus de Onesiphorus. En ja, dat is naast het prachtige keuzeaanbod wat we bij ons op school bieden, toch ook wel echt uniek aan het streek. Bestaat al echt heel erg lang, heb ik begrepen. Maar voor de kijkers thuis, Roel, Erik, wat is de Onesiphorus? De Onesiphorus is de leerlingen- en feestcommissie van onze school. Wij organiseren schoolfeesten en andere activiteiten. En onze klappers natuurlijk altijd kerstschalen. Aan het eind van het, of in het midden van het schooljaar. Ja, ja, want jullie zijn nu de Onesiphorus. Phoenix, heb ik begrepen. Ja. Hoe word je Onesiphorus? Nou, dat gebeurt eigenlijk in de stuntweek. In de stuntweek hebben we eigenlijk twee groepen of meerdere. Die strijden eigenlijk om een jaar Onesiphorus te zijn. Die stuntweek... In die stuntweek ga je eigenlijk jezelf promoten als groep zijnde. En daardoor kom je eigenlijk beschikbaar gesteld voor leerlingen. En die kunnen stemmen dan op het eindfeest. En daar wordt gestemd op eigenlijk de beste Onesiphorus. Of eigenlijk de beste stuntgroep. En die wordt dan Onesiphorus voor een jaar lang. En we promoten onszelf door middel van een stuntfilm. En daarin doen we eigenlijk allemaal leuke dingen om te laten zien dat wij in dit geval de leukste Onesiphorus zijn. Heel tof. En aan wat voor dingen moet ik dan denken, Roel? Nou, we hebben met zuurpakken in Duinrail gelopen voor de leuk. Maar ook, we hebben de school in oktober versierd in een kerstsfeer. Oké, ja, ik heb begrepen dat daar beelden van zijn. Want jullie stuntfilm is nog te bekijken. En ik heb daar een klein stukje uit meegenomen, heb ik begrepen. De school in kerstsfeer in oktober door de huidige Onesiphorus. We gaan er even naar kijken. Guys, we zijn vandaag op school. Het is 5:30. We zijn de hele school aan het omtoveren in een zieke kerstsfeer. Hey! Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ziet er mooi uit, hè? Wacht, laat me gewoon lekker staan. Hele schooljaar, hè? Hele schooljaar. Ja. Ah. Ja. Dat heb ik gemist, hè? Ja, echt, hè? Dan hebben we even... Een beetje sfeer in de wereld hier, zo. Kijk, op de kans. Ja. Oh, doei. Oh, man. Zo. Welkom op je nieuwe school. We hebben een bom, we hebben een slinger, we hebben een spandoek, we hebben kerstsfeer, we hebben muziek, we hebben gezelligheid. Nou, dat is, zijn bijzondere beelden. En wat tof dat jullie eigenlijk in nou ja, zo'n jaar wat toch even wat anders loopt, nog iets gaafs konden doen. Want het jaar ziet er voor jullie als Oni wel iets anders uit dan anders, denk ik. Klopt.
Ja. Wat hebben jullie alsnog georganiseerd of wat gaan jullie nog organiseren? Ja. Nou, we hebben in ieder geval Sinterklaas hebben nog kunnen doen. Dat was nog wel leuk. Maar ook met corona maatregelen wel. Maar uiteindelijk was dat wel leuk om te organiseren. We zouden inderdaad nog kerstgala willen doen, maar dat gaat helaas niet door. Maar we hebben voor Valentijn wel iets leuks in petto. En ik denk dat best veel mensen dat leuk gaan vinden. En natuurlijk volgend jaar, als we geen corona meer hebben, hopen we natuurlijk dat we alles natuurlijk gewoon weer kunnen blijven doen. Alleen dan zal er een nieuw ownership zijn. Ja, dan zal er een nieuw ownership zijn. En wel gaan we nog... Ik wou zeggen, ik heb wel begrepen dat jullie misschien, als we na de zomervakantie weer wat mogen organiseren, nog onze nieuwe brugklasleerlingen wat in petto hebben. Een brugklasfeest inderdaad. Ja, daar hebben we heel veel zin in. We hopen dat het inderdaad door kan gaan. En dat jullie ons ook op school nog kunnen zien. Dus, Tof. En ik hoorde dus eigenlijk al hopelijk nog net na de zomervakantie voor jullie als Onusiferus nog wat activiteiten. In oktober dus een nieuwe stuntweek voor nieuwe Onusiferus. Ja, heel bijzonder. En volgens mij wel echt gaaf dat het streeklyceum al zo'n bijzondere traditie daarin heeft. Ik ga de laatste vraag nog aan jullie stellen. Wat maakt volgens jullie het streek nu uniek? Nou, wat ik vind aan het streek, wat ze uniek maakt, is eigenlijk natuurlijk de Onusiferus. Maar we hebben ook een leerlingenraad. En eigenlijk is het gewoon leuk voor leerlingen dat ze toch buiten school en na school toch nog leuke dingen kunnen doen. En dat ze natuurlijk niet alleen maar met school bezig zijn. Ja. En voor jou, Rob? Wat Erik zegt, je bent niet alleen bezig met school. Je bent hier een gemeenschap, je hoort bij elkaar. Iedereen accepteert elkaar. Dus top. Top school. Ja, absoluut. Helemaal goed. Nou, mooie afsluiter. Dat maakt ook dat we aan het einde zijn gekomen van deze laatste live uitzending. Heeft u nu nog vragen over onze school? Of heb je nog vragen over onze school? De webinars zijn open. Daar zitten ook allerlei chatmogelijkheden. Voor specifieke vragen over Cambridge Engels kunt u terecht bijvoorbeeld in de algemene chat. En waar kunnen de mensen jullie vinden als Onusiferus? Op onze Instagram pagina, Phoenix Onusiferus. Kijk, helemaal top. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot ziens op het Streeklyceum.